Enkele tientallen mensen hebben vanmiddag gedemonstreerd tegen het geweld in Nigeria dat veroorzaakt wordt door de terreurgroep Boko Haram. De actie was georganiseerd door de Amnesty International studentengroep. De demonstranten liepen vanaf het Harmoniecomplex naar de Grote Markt en weer terug. Op de Grote Markt werd een minuut stilte voor de vele slachtoffers van het geweld in Nigeria gehouden. Dit is een actie om in eerste instantie mensen bewust te maken van gruwelijkheden die in Nigeria plaatsvinden door de acties van Boko Haram veelal. En ook vooral om andere mensen ook te activeren om iets te doen, zodat we overheden en internationale organisaties om daar druk op te zetten, zodat die daar daadwerkelijk ook iets kunnen veranderen. We as the African student community are really looking to put attention to the atrocities that are going on and let the victims know that they're not alone. And we are here as students, as conscious students, and we want to get the people groaning and involved as well in their hearts and in their minds.